sta je even in de schaduw van de toekomst. De schaduw van de windmolens. Zo, we zijn in Den Burg doorgefietst. Ik vind het eigenlijk een dorp voor niks. Ik zit al een tijdje op Texel. Ik kan nou niet zeggen dat het zoveel mooier is als Noord-Holland of zo. Tot nu toe valt het me erg tegen. En ik ga door naar de Koksdorp. En als daar een boot gaat, dan steek ik over naar Vlieland. Nou, Vlieland gaat niet door. Ten eerste gaat de boot pas morgen. Ten tweede, om 4:15 kan ik pas mee met een fiets. En ten derde, €22. Ik vind het iets te veel. Ik fiets een stukje terug Texel in en ga een camping zoeken. En ik denk dat ik morgen weer terug ga. Ik heb het alweer gezien hier. Ik ga naar het zuiden van het land, maar tot straks. Zo, nou, op dit ogenblik sta ik weer bij Teso, de veerpont naar Den Helder. Ik heb het helemaal gehad met Texel. Alle campings zijn eigenlijk vol, maar ook veel te duur. Ik rijd gewoon terug naar Alkmaar met de boot van 3 uur over en dan ben ik plus minus, wat zal ik zeggen, 5 uur, tussen 5 en 6 weer thuis. Ik ga morgen lekker naar het zuiden van het land. Of naar het Franse kamp, of Lage Vuurse. Of ik zie wel, maar hier ga ik weg. Meer idyllischer kan het niet, hè? Wat zegt u? Meer idyllischer kan het niet. Nee.
provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt. Nou, ik heb er 110 kilometer op zitten nu. En ik sta in Scherpenzeel. Dus nog een heel klein eindje, dan zit ik in Lunteren. Tot straks. Nou, dit is dan het middelpunt van Nederland, geografisch gezien. De steen van Lunteren, 51 meter boven NAP.